Ja, waar en wanneer? Dat is de vraag. Waar en wanneer is het fout gegaan? Is het helemaal uit de rails gelopen? Ja, dat vraag ik me af. Wanneer is onbeschoft het nieuwe normaal geworden? Dat speelt er door mijn hoofd. En zie ik op televisie, zie ik een reportage. En daarin wordt gewoon verteld dat wegwerkers die vragen of ze in de toekomst gewoon de snelweg kunnen afsluiten. Want die wegwerkers die zijn daar aan het werk en die zijn gewoon niet veilig. Dat is toch ongelooflijk? Mensen gooien etensresten naar die wegwerkers. Kun je je voorstellen? Eten, blikjes, weet ik wat. Ze schelden ze uit. Mensen worden uitgescholden, zijn gewoon aan het werk, aan de snelweg. Ja, en worden ook fysiek worden ze belaagd. Laatst is eentje dus met een fles op zijn kop geslagen. Nou, het is toch werkelijk. Of ze komen met 200 km per uur, komen ze langs gescheurd. Vrienden, het is ongelooflijk dat dat allemaal maar gebeurt. Dat is dus wat ik zeg, dat onbeschoft, horkerig gedrag, dat is dan het nieuwe normaal. Wanneer is dat dan begonnen? Wie heeft er op die knop gedrukt, het groene licht gegeven om te zeggen, nou jongens, doe maar. Doe maar, misdraag je maar en doe maar wat. Het Erasmus, de eerste hulp van Erasmus, lees ik pas geleden. Er zijn per jaar, moet je voorstellen, is maar één ziekenhuis. Per jaar 1500 gevallen. 1500 keer dat mensen zich misdragen. Schelden verplegend personeel uit. Gaan tekeer tegen doktoren. Bedreigen die mensen. Ik weet jou wel te vinden, dat werk. Ook fysiek geweld, beginnen te slaan en te doen. Is het de patiënt zelf niet, dan is het wel de familie. En ze hebben daar dus bij de eerste hulp van Erasmus tegenwoordig 70, kun je je voorstellen, 70 beveiligers in dienst om de boel nog een beetje in de hand te houden. Vrienden, waar en wanneer, ik blijf het zeggen, is dit helemaal fout gegaan? En ik denk alleen maar, oh vrienden, ouders van Nederland. Ga in godsnaam met z'n allen weer opvoeden.